Binnen is het, ja, zoals ik het zie, totaal los. Dus de club is heel erg gedupeerd en dat is heel erg spijtig. We staan hier op de Hofstad in Puiflijk bij voetbalclub SCP. Daar hebben we vanmorgen om 6:12 een melding binnengekregen. Brandalarm binnengekregen. We zijn hier naartoe gegaan. Troffen aan dat het pand helemaal onder rook stond. We hebben opgeschaald gelijk na een middelincident. Toegang verschaft, flinke vuurbelasting binnen. Ja, en dan tref je dit aan en dat is voor de vereniging een drama. Er waren ook medewerkers van de kantine die waren aanwezig en ja, die in tranen, vol in tranen. Het gaat ons ontzettend aan het hart natuurlijk. Hè. We zijn een kleine club, allemaal vrijwilligers. De kantine was net 2 jaar geleden helemaal vernieuwd met behulp van al die vrijwilligers die bijgedragen hebben om dat te doen. Dat doe je niet bij zo'n kleine club met bedrijven, dat doe je gewoon met elkaar. En dan nu dit. En ja, dat is echt heel naar. Het probleem zat er vooral in de dakbedekking. Daar hadden we nog wel wat werk mee om dat los te krijgen. Binnen is het, ja, zoals ik het zie, totaal los. Dus de club is heel erg gedupeerd en dat is heel erg spijtig. De brandhaard heeft zich in het midden van het gebouw, daar is de brand ontstaan. Waar exact, dat is te moeilijk voor ons te zeggen. Daar gaat team brandonderzoek over. We hadden vandaag de afsluiting eigenlijk van het seizoen voor de kleintjes en de junioren. Om samen met de teams en de trainers zeg maar een frietje te eten in de kantine. En op het terras hier en ja... Dat moeten ze nu ook allemaal, die kinderen die zullen ook heel erg teleurgesteld zijn. Ja. We hebben dadelijk met het bestuur en de stichting rond de tafel hoe we dit gaan aanpakken. En dat er behoorlijk veel opnieuw opgebouwd zal moeten worden. En dat zal wel een tijdje duren voordat het allemaal weer in orde is.